Want het is tenslotte een dorp waar wij met heel veel plezier langskomen, waar heel veel mensen het de moeite vinden om deze geweldige gemeenschap op een gegeven moment te laten zien van wat ons verder kan betekenen en wat het ook doet. We noemen het stiekem wel eens een beetje het pareldorp op een gegeven moment in de bezoeken. En ik denk op een gegeven moment dat u met z'n allen weer laat zien dat zo'n organisatie was ook... Ja, ja. Ik wil wel. Ik ben hier.
En blijft ook een betrokkenen bij onze folklorevereniging De Broodmotor, want die heeft de dansen, maar daarnaast ook nog een modeshow. Nou, de heren die hebben even twist over de aantallen gerven, maar goed, het zal maar goed zijn, weet ik niet. Zij hebben de spreiding goed gemaakt nu, zie ik, en zij gaan nu met de eerste ronde bezig. Die kunnen dat wel een week volhouden. U merkt dat er een goed ritme in zit. En dat ritme dat bepaalt natuurlijk ook de energie die ze erin steken. En als dat in een goed ritme gaat, gaat dat net als met het wandelen. Als je dat doet in een bepaald ritme, doe je dat ook. Ik denk.
Dat kan me niet meer vasthouden.